Ja, Alex Pastoor, Ajax Sparta 2-0. Logische uitslag, denk ik. Ben je blij dat het maar bij 2 is gebleven? Nou, zeker niet. Je weet dat je een kleinere kans dan gemiddeld hebt om succes te halen. Maar ja, daar reis je toch voor af. En ja, als je het verloop van de wedstrijd ziet, dan vlak voor de rust een tegengoal, vlak na de rust een tegengoal. En ook op een manier, vooral die tweede goal, ja, waarin we onszelf weer eens in de voet schieten. Ja, dan is er toch misschien wel kans op meer geweest. En vooral als je dan zo'n tweede goal krijgt, dat is toch een tik voor de jongens. Dan is er op een gegeven moment een gigantische kans op 2-1 met Denzel. En je weet nooit wat er dan in de slotfase nog kan gebeuren. Hè? Want nu ontstonden er heel wat kansen voor Ajax in de slotfase. Twee open kansen die dan misgaan. Maar met 2-1 op het bord moet je dat nog maar zien. Want ja, we stonden redelijk goed georganiseerd. En gaven eigenlijk op die laatste fase na amper wat dingen weg. Want de eerste 44 minuten staan jullie goed. Je creëert niet veel. 1 grote kans wel. Misschien wel de beste kans van de wedstrijd tot nu toe. Maar ja, dan valt het doelpunt van Traoré. Een beetje een actie uit het niets. En ja, dan breken jullie. Nou, we breken niet. Maar het is natuurlijk wel als afsluiter van de eerste helft. Waarbij je toch zoiets hebt. Die moeten we overleven. En hopelijk maak je een doelpuntje. Zoals je terecht zegt, ja, dat was wel de grootste kans van de wedstrijd in de eerste helft. Dus dat is een behoorlijke tik. En zo'n snelle goal in de tweede helft, dat is natuurlijk ook een tik. Nou, ik vind dat we daar gewoon uitstekend mee omgegaan zijn. We zijn in onze organisatie gebleven. We hebben lange tijd natuurlijk heel weinig tot niets gecreëerd. Zo reëel moet je zijn. Ja, dat weet je van tevoren als je hierheen gaat tegen een ploeg die kampioen wil worden. En die moet winnen om dat doel te bereiken. Ja, tot die 2-1, dat was zo'n kans waar je dan toch... daar kun je eigenlijk al wel van uitgaan. Daar waren we ook van uitgegaan. Maar die gaat er niet in. Ja, en dan mis ik in de slotfase nog wel wat bloed aan de paal om het toch te proberen. Je brengt dan nog een tweede spits in. Maar goed, uiteindelijk zullen we moeten leven met deze uitslag. En op basis van wat we met name in de slotfase gezien hebben, nou, dan lijkt me dat ook wel vrij reëel. In de rust wissel je Cabral, breng je Saxela, die we eigenlijk kennen als rechtsback, maar je brengt hem in de rechterzone, een beetje aanvallend. Waarom die keuze? Nou, kijk, Janne op de eerste plaats die is gewend om op die twee plekken te spelen, ook in zo'n systeem. En wat we zagen is dat het verschil tussen wat Jesson aanvallend kon brengen, wat met name in de beginfase heel dreigend was, dat woog op een gegeven moment niet meer op tegen wat hij verdedigend moest laten lopen. En de eerste tegengoal ontstond dat uit een tweetal corners die over onze rechterkant tot stand kwamen. Dus dat was de afweging. Hij heeft weer 45 minuten in de benen. Daar moeten we ons mee getroosten. En daar gaan we ook mee verder. Vandaag koos je in de spits voor El Azouzi tegen zijn eigenlijke club. 1 grote kans. Voor de rest had hij het moeilijk. Waarom die keuze voor hem vandaag en niet bijvoorbeeld een Pusic of Vermorsel? Nou, puur gekeken naar wat gaat de speelwijze vragen van een spits. Nou, wat verdedigend werk. Niet al te veel wilden we, maar dat werd gaandeweg toch wel wat meer wat we daarvoor vroegen. Nou, dat heeft hij redelijk gedaan. Maar vooral snelheid in de omschakeling. Nou, en wat dat betreft was die kans in de eerste helft, dat was iets waarop we rekenden. Er zullen een hele hoop ballen verloren gaan, hadden we al voorspeld. Dat gebeurde dus ook. Maar ja, 1 of 2 glipperden altijd doorheen. En dat was er zo één. En daar hebben we het voor gedaan. En ik vond dat hij zich wat dat betreft uitstekend van zijn taak gekweten heeft. Hier hoor je de punten niet te halen. Het zouden bonuspunten zijn. Maar goed, die serie met 10 wedstrijden met slechts 2 punten. Nu staan jullie wel op de plek waar je niet wil staan. Hoe draai je dit om? Hoe kom je eruit? Want er komt volgens mij wel veel druk op die wedstrijd tegen Groningen onder meer te staan. Ja, kijk, wat natuurlijk altijd meespeelt is dat in zo'n reeks, hoe voetbal je? Nou, we hebben in al die wedstrijden, tot en met die van vandaag, gezien dat het fundament, dat is echt wel goed. We kunnen aanvallend moeilijk het verschil maken. Lopen tegen wat counters aan, dat hebben we ook gezien. Ja, dat probeer je er natuurlijk uit te strijken. En wat dat betreft vonden we deze prestatie ook. Fysiek hebben ze natuurlijk een hele hoop gedaan, want je loopt vaak achter de bal aan. Maar het was mentaal ook een goede prestatie.
Hè, want in zo'n stadion, waar de meesten nog niet gespeeld hebben. En een vroege goal vlak na rust. En dan zo'n late voor de rust. Dat zijn toch tikken waar je mee om moet gaan. En dat hebben ze goed doorstaan. En vandaar dat we zeggen, dat is op de goede weg. Ja, en die kinderziektes, die moeten we eruit strijken. Of rammen, of hakken. Net hoe het valt. Want daar hebben we niet zoveel tijd meer om dat te repareren. Aan de andere kant, er zijn nog 12 wedstrijden. Dat is nog een lange reeks. En die gaan we in met alle vertrouwen die we hebben. Moet je wel echt degradatievoetbal gaan spelen? Ander soort voetbal dan je eigenlijk gewend bent, denk je, de komende weken? Nou, ik denk dat we dat per wedstrijd moeten bekijken. Ik denk dat de dingen die je sterk kunnen maken, die zul je altijd moeten blijven doen. Neem bijvoorbeeld de wedstrijd die we bij AZ speelden. Waarvan iedereen zegt, ja, dan kan je maar beter een beetje ingraven en kijken wat er gebeurt. Ja, die hebben bijvoorbeeld voetballend gedomineerd. Ik denk dat, en dat hebben we voor vandaag ook afgesproken, die grote broek wilden we tegen Ajax niet aantrekken. Want wij vinden dat van een heel ander niveau. En wat dat betreft zullen we elke wedstrijd echt apart nemen. En de spelers ervoor kiezen die voor die wedstrijd het beste passen in het systeem wat we willen spelen. Nou, en als je nu kijkt bijvoorbeeld, want dan gebruikte ik vorige wedstrijd dat voorbeeld van Matthias Pogba. Nou, dat is een jongen die steeds fitter is geworden. Die steeds beter heeft begrepen hoe we voetballen en wat we van hem verwachten. En voor welke tijdsperiode ook. Nou, die is ook heel succesvol in slotfases geweest. Ja, als je dan zo'n verdedigend systeem zoals vandaag traint en neerzet. Ja, dat is natuurlijk ondoenlijk om hem vanaf de middenlijn tegen Ajax te laten voetballen. Want daar doe je hem geen plezier mee, maar team ook niet. Nou ja, zo zullen we per wedstrijd kijken wat de tegenstander en onze eigen vorm van ons vraagt.